De ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus COVID-19 volgen elkaar snel op. Dit brengt met zich mee dat er steeds nieuwe maatregelen worden getroffen of afgekondigd. Dat is ook het geval bij het bedrijfsleven en andere instanties. Apotheker Monique Goneshan geeft bijvoorbeeld aan dat zij een paar dagen terug een bericht heeft ontvangen als zou het virus airborne zijn. Dat betekent dat het wat langer in de lucht blijft hangen. Dit bracht met zich mee dat zij besloot de cliënten buiten te ontvangen en ze via het luikje te helpen. Omdat ik ook mijn personeel moet beschermen tenslotte. En als het mogelijk in de airco zou gaan zitten, dan wil ik liever niet dat men op die manier ermee in aanraking komt. Toch moet u misschien de kijkers even uitleggen, wat bedoelt men met airborne? Airborne wil zeggen dat het virus langer in de lucht bleef hangen. En als het in de lucht bleef hangen, zou het dus op die manier ook mensen makkelijker kunnen besmetten. Het is ons in eerste instantie altijd geleerd dat het vrij groot is. Dus op het moment dat men niest of hoest, want dat is de manier waarop het naar buiten komt. Dat de druppels en dat virus is vrij groot, dat het allemaal snel neerslaat. Vandaar dat we dachten, nou, als we dan met plexiglas en de mensen ver genoeg van elkaar hebben, dat het dan en schoonmaakt, continu schoonmaakt, hè, de handen. Dus ik ben echt de hele dag ben ik mijn handen aan het, omdat het ook op recepten zou kunnen zitten, het virus. Ja, dus dat was in eerste instantie. Het slaat neer, dus als je maar goed schoonmaakt en je handen schoonmaakt, gaat het, is de kans op besmetting het vrij klein. Nu las ik dat artikel gisteren, waarbij ik later toen ik thuis kwam meer onderzoek ben gaan doen en toen bleek dat het waarschijnlijk toch wel meevalt. Dus het is best lastig om aan je informatie te komen, hoor, om te weten wat is nou de juiste manier om je te beschermen. Ganesh zei verder dat het virus niet via je hand in het lichaam komt. Ook gaf de apotheker aan een advies over het gebruik van handschoenen. Volgens haar is het beter die niet zomaar aan te doen. In de verlaten binnenstad kwam onze nieuwsdienst gisteren ook een inventieve kleinhandelaar tegen. Want u zegt, het virus gaat niet via je hand. Maar waarom is de reiniging van je handen dan zo belangrijk? Omdat je met je handen wel je... het gaat voornamelijk via je mond en je neus. En met je handen ga je heel snel even iets in je mond doen, of aan je neus of aan je oog. En vandaar dat je dat liever niet kan doen. Maar als je handschoenen aan hebt, kun je dat even goed doen. En je hebt niet zo gauw de neiging om je handschoenen schoon te maken als wanneer je hand voelt eerder vuil aan dan je handschoenen. Dus met een handschoen ben je niet beschermd. Niet tegen corona. Als je je handschoen niet regelmatig schoonmaakt, heeft het geen zin. Heeft het geen meerwaarde. Wat verkoopt u allemaal? Wij verkopen handschoenen en mondkap, neuskap ook, ja. Dat is wat wij verkopen, ja. En waarom doe je dat? Om het samenleven te beschermen tegen het virus, waarvan nu wij zelf moeten opletten ervan. Ja. Dus je begrijpt dan dat virus er is? Ja, we begrijpen het wel. Je verkoopt deze mondkappen en handschoenen, leer je de mensen ook hoe ze het moeten gebruiken? Ja. Het is gebruikbaar voor, laten we zeggen, één dag. Als het één dag klaar is, moet het weggooien. Ja. En wie heeft jou geleerd om met die mondkappen te werken? Oh, een vriend van me. Ja. Van waar heb je ze? Heeft ze gebracht van de buitenland. Oké. Dus jij bent één persoon die zegt, luister, ik werk mee aan het beschermen van de samenleving. Ja, zeker wel. Wat zeg je tegen de burgers in verband met COVID-19? Oh, ik zeg tegen de burger, jullie moeten jezelf beschermen. Een mondkap en een neuskap en een handschoen erbij. En verkoop je ze duur? Nee, helemaal niet. Het kost 15 euro per stuk. Een kleinhandelaar die tweeledig bezig is. Hij verdient een paar centen en werkt tegelijkertijd mee aan het veilig houden van de gemeenschap en het tegengaan van de verdere verspreiding van het COVID-19 virus.